Dit is de bonusaflevering met de Slimmer Presteren podcast Pubquiz, waarin we op zoek gaan naar de beste luisteraar in 100 afleveringen. Dat doen we met de mensen hier in de zaal, maar als je dit nu luistert als bonusaflevering, doe vooral mee in je hoofd en kijk hoe ver je komt. We hebben in totaal 8 vragen zometeen, die verschijnen vanzelf op je telefoon. Het idee is dat degene met de meeste juiste antwoorden wint natuurlijk, maar dat zullen ongetwijfeld meerdere mensen zijn, dus het systeem kijkt ook naar hoe snel je het juiste antwoord geeft. Dus hoe sneller, hoe beter. De handen aan de knoppen. 33 mensen binnen. Ik kijk even hier de zaal rond. Zijn er mensen die dit nog niet lukt? Of is iedereen die mee wil doen, is binnen? Oké, goed. Dan zegt Sander, geef mij even dat ding op het scherm. Ja, dat klopt. Dan moet ik de muis even daar brengen en dan zo. Kijk, ja. Daar zijn onze deelnemers. Ziet iedereen zijn naam die zijn naam daar moet zien? Ik sta erop. Jij staat er ook op. Even kijken, dan moet ik de vraag natuurlijk ook in beeld. Want zodra ik druk op go met die quiz, dan komt die eerste vraag zowel hier op het scherm als bij jou in beeld. En zo snel mogelijk het juiste antwoord. Iedereen er klaar voor? Nee. Er komen alleen maar meer keuzevragen. 4 antwoordopties. Het zijn essays allemaal. Je moet een heel verhaal. Nee. Het juiste antwoord zo snel mogelijk aanklikken. Heel goed. Je moet altijd goed de regels kennen. Hè? Klaar voor de start? Ja. Dan gaan we met vraag 1. In aflevering 98 nemen we een sportdrank die gebruik maakt van een revolutionaire hydrogel-technologie onder de loep. Wat is de naam van het Zweedse bedrijf achter deze sportdrank? Is dat A. Morten? Is dat B. Ikea? Is dat C. Maarten? Of is dat D. Morten? Dan zie ik dat er 41, 42, 43 mensen hebben gestemd. Heb je ook gestemd, Guido? Lukt het? Ja, IKEA. Ja, IKEA heb je gestemd. Laten we even kijken hoe er gestemd is hier in de zaal. Dan zien we dat er 2 opties heel veel gekozen worden. Niemand stemt IKEA, dus je zit hier vals te beïnvloeden. Ja, precies. No stable. Morten met een O met een streepje erdoor of Maarten met AU. Dat stemt 2/3. Het juiste antwoord is natuurlijk die laatste optie. Maarten, 2/3 van jullie heeft dat goed. En dan is de vraag, wie doet dat dan het snelste? En dan kijken we even en dan zien we dat Jerry staat op 1 met 6 seconden. Ed Blok op 2 met 7. Melvin van Beuzenkom op 3 met 7. Jurre Huter en Monique ook op 7. Spannend. Zo werkt het dus, ja? Iedereen scherp? Daar gaan we. Vraag 2. In aflevering 37 spraken we Wouter Hoogkamer, de onderzoeker achter de spectaculaire hardloopschoenen met dikke zolen. Zijn studie zorgde ervoor dat Nike zijn nieuwe Vaporfly schoenen ging verkopen met het label 4%. Waar sloeg dit percentage op? Is dat A. De schoenen waren 4% duurder dan de vorige? Of is dat B. De schoenen waren 4% sneller dan de vorige? Is het C. De schoenen liepen 4% economischer dan de vorige? Of is het D. De schoenen hadden een 4% dikkere zool dan de vorige? Ik kan maar één ding voor zeggen. Even goed in je microfoon praten. Het was iets in ieder geval met 4%, let op. Ja, dat heb je, hè? Lekker. Komt-ie. Kom op. Laat maar even kijken wat er gestemd is. Nou, er is toch wel redelijk gespleit. Oh, zo. Er zijn veel antwoorden met veel mensen. Dus het zal om de snelheid gaan. Maar toch ook wel om het juiste antwoord. We zien B, 4% sneller. C, 4% economischer. Dan gaan we zien wat goed is. Correcte antwoord is optie C. Nog even terugluisteren. Ja. Jurgen, opnieuw luisteren. Misschien een kans om even uit te leggen. Wat is eigenlijk het verschil tussen 4% sneller en 4% economischer? Ja, hangt er nogal af hoe snel je loopt eigenlijk. Maar nee, maar, economisch. Leg dat even goed uit. Praat in de microfoon. Ja? Hoe Wouter dit heeft aangepakt is. En dat is de manier waarop eigenlijk loopeconomie wordt gemeten. Je zet mensen op een loopband bij een vaste snelheid. Van pak een beetje 12, 14, 16 kilometer per uur deed hij. Submaximaal, sub-FTP. Ja. En dan ga jij kijken eigenlijk hoeveel zuurstof verbruik je daarvoor. Ja. En je kan je voorstellen hoe minder zuurstof bij een bepaalde snelheid, hoe economischer iemand wordt. Running economy dus. Ja, goed. Daar kwam 4% uit. Ja. Klaar voor vraag 3? Komt-ie. Handen aan de knoppen. Vraag 3. In onze podcast komen geregeld nieuwe middeltjes langs waarvan we kijken of ze zinvol of onzin zijn voor een sporter. Eén daarvan is augurkensap. Hoe kan dit goedje een sporter mogelijk helpen? Is dat A. Als middel om de verzuring tegen te gaan? B. Als middel voor sneller spierherstel? C. Als middel om jezelf op te peppen? Of D. Als middel tegen een krampaanval? Er wordt hier druk gestemd in Leersum. Er is wel
iets verdeeldheid, maar minder verdeeldheid dan bij de vorige vraag. Laat maar even kijken hoe de stemming gaat. Iets meer dan, dan de helft van de mensen stemt op antwoord D, middel tegen kramp. Maar er ook veel mensen gaan voor spierherstel en een aantal ook om als pepmiddel. Nou ja, het juiste antwoord is inderdaad als mogelijk middel tegen een krampaanval. Hè. Dit zit in de aflevering waarin we het over kramp hebben. Tot mijn eigen frustratie vaststellen dat de wetenschap niet weet hoe kramp werkt. Maar misschien zou augurkensap een middel zijn. Laat me even kijken hoe de tussenstand is. Op dit moment Jerry nog steeds aan kop met alle drie de vragen goed en ook razendsnel. Jurre zit hem op de hielen met ook drie vragen goed, maar een paar seconden langzamer. En Guido... Ja, sorry. Netjes, kan niet, Guido, dat je wint. Maar goed, jij staat op dit moment op de derde plek samen met Dennis en Monique en Gijs. Dat zijn allemaal mensen die alle drie de vragen nog goed hebben. We gaan snel door, anders duurt het veel te lang. Vraag 4. Handen aan de knoppen. We blijven nog even bij de middeltjes. Bij welke van de volgende supplementen is het belangrijk dat je niet je tanden poetst nadat je ze hebt ingenomen? Is dat A, bietensap, B, bicarbonaat, C, ketone of D, cafeïne? Ik vind het wel leuk om te zien, het zijn alle vier middeltjes waar we een aflevering over hebben. Hè? Dus iedereen die onze podcast nu ontdekt, kan nog het rijke archief in. En ook hier hebben we, zoals we dat in Quizland noemen, een mooie splijtswam op het bord. We zien namelijk dat zo'n 37% van de stemmers gaat voor A, bietenstap. Maar even zoveel mensen gaan voor bicarbonaat. En zelfs een aantal mensen zitten op ketone en cafeïne. Er is maar één goed antwoord. En het goede antwoord in dit geval is, we hadden het er al eerder over vandaag, bietenstap. Jurgen, voor de mensen die net inschakelen en die aflevering niet hebben gehoord, waarom is dat ook alweer? Omdat er bepaalde bacteriën in je mond zitten die volgens mij nitraat omzetten in nitriet eerst en later in NO. Dat is eigenlijk waar het proces gebeurt, hè? Ja, in de mond dus. Die omzetting is belangrijk, dus die bacteriën wil je niet kwijtraken door een poetsbeurt. Mooi, goede praktische tip. En nogmaals, we zeiden al, het werkt alleen als je niet zo heel sportief bent, hè? Volgende vraag, handen aan de knoppen. Cafeïne, daar is hij. Is bewezen prestatiebevorderend, hoorden we Jurgen al zeggen vandaag. Zoals we bespreken in aflevering 12 ook. Staat het eigenlijk nu op de dopinglijst of heeft het daar in het verleden ooit op gestaan? Antwoord A, nee, het staat niet op de dopinglijst en het heeft er ook nooit op gestaan. Of B, nee, het staat niet op de dopinglijst, maar het heeft er tot 2004 wel op gestaan. Of C, ja, cafeïne staat op de dopinglijst, maar alleen boven een bepaalde innamegrens wordt het als doping gezien. Bijvoorbeeld, wat was het? 4 kopjes espresso op de wedstrijddag, Patrick. Antwoord D, ja, cafeïne staat op de dopinglijst en topsporters moeten dus uitkijken met hun kopjes koffie. Ook hier iets verdeeldheid, maar toch een duidelijke winnaar. Bijna 2/3 van de stemmers zegt antwoord B. Het staat niet op de dopinglijst, heeft er wel op gestaan. Een aantal mensen denken, het staat er niet op, heeft er nooit op gestaan. Een aantal mensen denken, nou, er is wel een grens aan. Juiste antwoord is B, Jurgen. Tot 2004 stond cafeïne op de dopinglijst. Ja. In onze doping specials, de eerste 8 afleveringen van seizoen 3, horen we Douwe de Boer ook zeggen, cafeïne is eigenlijk het enige middel waarvan ooit wetenschappelijk is aangetoond dat het echt prestatiebevorderend is. Maar zegt hij er dan bij, wij ons koffiegebruik heeft ervoor gezorgd dat het niet meer werkt. Ja, maar dat klopt dus niet, hè? Nee. Oh, nee. Vertel even. Kunnen we dat even snel ophelden? Deze week is dus een hele grote meta-analyse die is gepubliceerd. Waarbij ze eigenlijk gekeken hebben van een inname cafeïne, dan gekeken naar de prestatie. En dan gemonitord van wat drinken mensen normaal qua hoeveelheden cafeïne. Gekeken of mensen bewust van tevoren een beetje afkicken. Ja. En dan maakt het uiteindelijk voor het prestatievorderende effect niks uit. Dus jij zegt nou dat professor Douwe de Boer bij ons in de podcast iets zegt wat dat niet klopt. Dat heet voortschrijdend inzicht, Gerrit. Precies. Laten we het daar maar onderzetten. Laten we eens even kijken hoe de tussenstand is beïnvloed door deze vraag. Guido Kappes, dat kan niet. Maar we zien op 1. Guido Vroemen met alle 50 vragen goed in onder de minuut. Laatste vraag mag je niet meedoen, Guido. Is er maar 1 vraag? Even spieken. Nog die. Nou, oké. Okay. Oh, okay. Nou, snel door. Jurre Hutte staat op 2 en Patrick Sastra staat op 3. Guido en Jurre zijn de enigen met alle vragen nog goed. We gaan door naar de volgende vraag.
Handen aan de knoppen. Oh, ik heb nog een halve minuut voorsprong op. Ja, daar komt hij. In onze laatste podcast, die van gisteren, spreken we Benjamin de Bruin, de partner van Ellen van Dijk, die komende maandag, echt komende maandag, maandag 23 mei, het werelduurrecord gaat aanvallen. Wie heeft dit record momenteel in handen? Is het A, Annemiek van Vleuten? Is het B, Jos Louden? Is het C, Leontien van Morsel? Of is het D, Vittoria Bussi? En hoeveel meter? Ja. Je mag er eentje naast zetten. Dat is een bonusvraag, hè? Ja. Er wordt hier wel wat geroepen en gemompeld. Alle stemmen zijn binnen. Laat maar even kijken. Er is een splijtswam. Er wordt ernstig getwijfeld tussen Jos Louden en Vittoria Bussi. Iedereen heeft toch wel in de gaten dat het record op dit moment niet in Nederlandse handen is. Ja. Het juiste antwoord is optie B, Jos Louden. En Guido, waar staat hij? 48.405 meter. Aha. En het gaat naar boven de 49.000. Dat is jouw voorspelling, hè? Ja, ja, ja. Ellen van Dijk gaat het makkelijk halen. Ik zal, maandag zal ik hem wel even de voorspelling erop zetten. Hoeveel meter het gaat worden. Oh. Met hoeveel vermogen, met welke CDA, met welke Spannend. Hoogte, et cetera. Ik zag gisteren op Twitter bij de Slimmer Podcast dat Ellen onze tweet ook heeft geretweet en zo. Dus ik hoop niet dat ze luistert. Nou ja, je bent positief, hè? Ja, ja, ja. Ze moeten in ieder geval meer dan 300 watt rijden. Nou, daaronder gaat zo aero is het, dat gaat ook niet lukken, maar dat kan zijn. Mooi. Maar denk je dat dit record zo maakbaar is dan? Nee. Denk het wel. Maar daar zijn boeken over geschreven. Ik heb er wel eens met een gast over gesproken. Die wilde daar wat over schrijven. Die gast moet ik echt even iets meer onderwijs geven hierover, want die snapt het nog niet helemaal. En er is best goed iets uitgekomen. Ja, het maakbare uur. Leuk boek. Kun je deze week bestellen voor een tientje bij ons in de webshop. Volgende vraag. Een ijsbad na afloop van het sporten is populair bij sporters. Het viel al in de aflevering over placebo. Maar wat is het effect hiervan op het spierherstel? Is dat A, super, je spieren worden er sterker van. B, maakt niks uit. De temperatuur van je spieren blijft hetzelfde en het herstel ook. Of is het C, het hangt ervan af of je erin gelooft. Het is dus puur een placebo effect. Of D, negatief. Een ijsbad hindert er niet bij wat ik wil. De spieropbouw na inspanning. Het hangt er vanaf welk ijs. Wat dan? Roomijs vind ik beter dan... Precies. Hey, het publiek is eenduidig. 80% van de stemmers gaat voor optie C. Hangt er vanaf of je erin gelooft. Die hebben net natuurlijk naar die aflevering zitten luisteren. En het juiste antwoord is... D! Helaas! Veel mensen de bietenbrug op. Hier moet ik even de boel weer nuanceren. Wat ik net zei... Ik begon misschien met ijsbad, maar als jullie goed geluisterd hebben, ging ik op een gegeven moment over een koelbad, hè? Ja, want je wist dat deze quizvraag eraan kwam natuurlijk. Dus er is een echte verschil tussen een koelbad, koelen, of echt een ijsbad. En ijsbad, ja, dat is aflevering 2, studies in Maastricht. Die hebben dan wel heel leuk. Mensen een training laten doen met beenspieren en dan linkerbeen in een bak met ijs, rechterbeen in een bak met water op kamertemperatuur. Ook te zien trouwens bij vorig jaar bij Sportlab Sedok, dit experimentje. Ja, je hebt niet alleen een boek geschreven, je bent ook bekend van tv, hè? Maar die onderzoekers keken dus echt naar de inbouw van eiwitten in de spieren. En die is dus daadwerkelijk belemmerd. Maar dat gaat hier dan belemmerd. Om even dan helemaal op het mierenneuken te gaan. Ja. Het ijsbad hindert het spierherstel. Ah ja, en niet de opbouw. Ja, je hebt een typfout gemaakt in je quiz, wou je zeggen. Ja, maar het gaat heel opbouwen. Dus ik wil wel even dit herzien hebben. De spieradaptatie. Had ik ook goed gevonden. Oké. Okay. Oh, wacht even. Deze vraag doen we maar uit. Nou, misschien... Hier gaan we ruzie over krijgen. Ja, 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 dit gaat... Het is een bijzonder programma. Ik kan nu live zeggen, het C is ook goed. Kijken of dan de uitslag verandert. Ik hoop dat hij het dan ook aan kan in de leaderboard. Dat vind ik A en B ook goed. Hoor. Ja, dag. Ja, niks van. Hey, we hebben nog één vraag te gaan. Guido Kappes. Laatste vraag doe jij niet meer mee. Jerry is terug op het podium. Tweede plek. Kom. Melvin van Beuzenkom komt naar boven. Kilometer in. En Jurre Hutter staat op de vierde plek. En Guido gaat er sowieso afvallen. En Dennis maakt ook nog kans. Spek en bonen. Je kunt mij opkopen. Ja, precies. Jij doet niet mee. Laatste vraag. Handen aan de knop. Komt-ie. Je ziet steeds vaker hardlopers die compressiekousen dragen. Ga je hier sneller van lopen volgens de wetenschap? A. Ja.
want je melkzuur wordt sneller afgevoerd. B, nee, maar mogelijk helpt het wel bij je herstel. C, het hangt ervan af of je erin gelooft. Het placebo-effect dus. Of D, ja, want of ze zorgen, ervoor dat je spieren warm blijven. Nee, er is er één aangevinkt als correct. Dus. Leuk. Het, is, het gaat er wel, het gaat erom wat het podium wordt, want er wordt hier, er is weer gespleit, zullen we maar zeggen. Optie B wordt veel gestemd, de helft van de mensen, nee, maar het helpt mogelijk wel bij jouw stijl. Jurgen, volgens mij heb ik jou dat letterlijk horen zeggen vandaag, dus als dat niet het goede antwoord is, dan word ik ook onzeker. Oh. Er wordt ook veel gestemd op C, het is placebo. Laat maar eens even kijken. Juiste antwoord is inderdaad, gelukkig, het universum klopt weer. Op antwoord B, nee. Je gaat er niet sneller van lopen, maar het kan je wel helpen bij je herstel. Goed, de laatste keer placebo. Het leaderboard in beeld. We gaan ontdekken wie, welke drie mensen iets naar keuze mogen uitzoeken uit onze webshop. En een training naar keuze van Guido mogen krijgen. Een afzientraining, daar komt hij. Zeg maar waar hij in moet komen. Ja, laten we even, daar gaat hij. 3, 2, 1. De winnaar van de Slim Verseren Podcast Quiz is geworden Guido Gast. Jerry dus. Jerry, waar zit je? Waar zit je? Oh, die doet online mee zeker. Oh, dat is Jerry Cornelissen. Die zit natuurlijk op de livestream te kijken. Jerry, ja, meld je even. Helaas, jij bent er niet. Steek je hand op. Maar die training krijg je. Melvin van Beuzenkom, die is er wel, toch? Melvin, ja, gefeliciteerd. Jij bent de eerste winnaar in de zaal. Jurre Hutte, waar ben je? Ook gefeliciteerd. En Patrick, jij wint dan ook. Je bent de volgende in rij. Groot applaus voor onze winnaars van de quiz en voor jezelf. Ja, en de moeilijkste vraag, zegt het systeem, is dan inderdaad die ijsbadvraag. Anyway, dit was de quiz. Leuke bonusaflevering. Blijf vooral luisteren. En surf naar onze webshop. Dan kun je zelf ook een prijs uitzoeken, want we hebben een speciale aanbieding. Ja, shirt en wel, boek voor 10 euro. Sander, ik zou zeggen, gooi die bumper erin. Dit is het einde van de quiz.